like big butts and I cannot lie. Even serieus, ik draag deze mooie zonnebril, want the sunlight hurts my eyes. Holy shit, ik zie er gedrogeerd uit. What the fuck? Yo, YouTube Ace hier met vandaag een nieuwe video. Als we de 500 likes op deze video kunnen halen, dan krijgen jullie morgen van mij een nieuwe video. Vandaag is het een heel speciale video, want vandaag moet ik jullie eigenlijk iets zeggen wat heel lang op mijn hart ligt. Ik heb er lang over nagedacht om dit te zeggen, maar ja, ik ga het toch maar zeggen. Maar eerst de intro. Let's go. Na hier een lange tijd over nagedacht te hebben, vind ik het nu eigenlijk echt het perfecte moment om het eindelijk te zeggen tegen jullie. Jongens, het is leuk geweest op YouTube. Ik ben, ik ben het een beetje beu. Ik zou graag terug een leven hebben. Ik zou graag terug meer naar buiten gaan en meer chillen met mijn vrienden. Dus hierbij zeg ik, jongens, ik vind het jammer om te zeggen, maar... Ik zou graag stoppen met YouTube. Ik weet niet hoe het komt, ik ben het een beetje beu. Ik denk dat dit mijn laatste video gaat zijn. Ik weet het niet, ik vind het niet meer zo leuk de laatste tijd. Alles is zoveel veranderd met vroeger en ik weet niet, het is niet echt meer mijn ding. Ik zou liever het gewoon achterlaten en... Jongens, ja, dan is er nog één iets wat ik wil zeggen tegen jullie. 1 april! Die grap is al fucking veel gemaakt. Yo, YouTube Ace hier met vandaag de typische 1 april grappen video. Ik vond het eens leuk om dit te doen. Elk jaar zie ik opnieuw die video's. Stoppen met YouTube. Ik stop. Dit was het dan. Bla bla bla. Het is zo typisch geworden dat ik dit jaar gewoon vind dat elke grap die te typische is, die te veel wordt gedaan, geleakt wordt. Zoals jullie zagen, de ik stop met YouTube grap. Absoluut niet meer grappig. Fuck die shit. Iedereen doet het toch. Laat me ook weten in de comments wat jij elke keer hebt gedaan voor 1 april. Of jij al vette dingen hebt gedaan voor 1 april. Of jij al extreme pranks hebt uitgehaald voor 1 april. Ik ga nu even vertellen wat de vriend op school vandaag bij mij heeft gedaan. Waardoor ik echt bijna hartstilstand kreeg. Onze wiskundeleerkracht is al een hele week afwezig. En wij hebben dus elk uur dat wij wiskunde hebben, studie. Dus dat is deze week 5 uur. Dat uur wiskunde viel vandaag op het laatste lesuur. Wat betekent dat het laatste lesuur wegvalt, dat wij een uur vroeger naar huis mogen gaan. Die dude komt dus op de speelplaats en zegt heel serieus tegen mij. Ja, ze is terug. En jullie hebben wel wiskunde. Ik zweer het. Op dat moment, mijn wereld stortte gewoon in. Ik wist niet waar gebeurde. Het was net alsof ik hoorde ineens dat mijn hele stad gebombardeerd werd. Ik dacht echt zo van... Een uur langer in de hel. Nee. Waarom? Ik was echt gefriest in mijn hoofd. Ik dacht echt, nee. Nee. En hij zegt gewoon heel serieus. 1 april. Ik had echt zin om een moker uit te halen en gewoon alles kapot te beginnen slaan. Ik was zo act op kwaad. Holy shit. Dan ook leerkrachten die ineens een bord schrijven dat er een toets is. Ze zeggen van ja, neem maar een toetsenblaadje, we gaan een toets geven. Heel de klas crasht. Nee, wacht, toets, what the fuck? Schrijft hij op. Oké, het onderwerp van deze toets, dubbel punt, schrijft hij op 1 april. Echt heel de klas ook fucking kwaad. Ik denk als we allemaal messen bij hadden, dat we die naar zijn hoofd zouden beginnen gooien. Holy shit, echt 1 april. Niet gezond voor mijn hart. Niet gezond. Onder deze video mogen jullie by the way ook vragen achterlaten voor de Q&A. Ik ga binnenkort de Q&A doen, ik weet nog niet precies wanneer. Maar dus onder deze video mag je vragen achterlaten. Een vraag die jij beantwoord wil hebben. Onder deze video, dus in de comments. Daar zo, beneden. Like de video. Grapje 1 april, ik doe geen Q&A. Toch wel, oké. Ik doe wel een Q&A. Niet nu. Stel gewoon vraag. Nog zo'n typical 1 april joke is tandpasta op de deurklink smeren als je leerkracht de deur komt open doen. What the fuck? Die grap heb je op school al zoveel gedaan. Nooit echt met succes, want meestal zie je dat wel dat er iets opgesmeerd is. Maar als het dan lukt, holy shit, dan krijgt die leerkracht echt de grootste tering. Stel je voor dat ik zo'n video zou opnemen, holy shit. Nog iets wat echt bij ons al te veel is gebeurd. Iemand die op 1 april met krukken en een verband rond zijn been naar school komt. En heel de dag doet alsof hij iets gebroken heeft. En op het einde van de dag, per ongeluk van de trap valt, fucking hard begint te roepen. Waarom heb ik deze fucking pet dan? Iedereen krijgt dan de tering, want ze denken, holy shit, what the fuck is er gebeurd? En dan roept hij gewoon als iedereen rond hem staat. 1 april! Iedereen is gewoon fucking geschokt. En ik meen het, die grap werkt altijd. Als je valt met krukken, mensen gaan altijd denken dat er iets gebeurd is. Je kan heel de dag denken van, hey, doe fake, dat is niet waar. Maar hij gaat heel de dag toch op zijn krukken blijven lopen. Waardoor je hoofd wel een beetje gaat denken, wat als het nu echt is? Wat als hij echt iets gebroken heeft? En dan die val op het einde maakt de grap gewoon compleet. En dan crasht iedereen. Ik heb die nog nooit gedaan. De enige 1 april grapjes die ik al uit heb gehaald die echt gelukt zijn, is de tandpasta op de deurklink. En natuurlijk duim
spijkers of pinaises op de stoel van de leerkracht leggen. Die in die stoel neemt, als erop gaat zitten. En dan... Ah! En dan... Ja... Het effect is altijd super nice. Dan heb je ook van die typical 1 april grappen dat ze alleen maar in tv-series doen. Omdat ze in het echt nooit echt werken. Jullie kennen het allemaal wel. Emmer water vullen, die op de deur zetten. En als iemand de deur open doet, valt de emmer naar beneden. Wij hebben dat 1 keer geprobeerd in de klas. En dat was niet met 1 april. Dat was gewoon een emmer die we op de deur hadden gezet met een steen in of zo. Het was geen steen, het was iets hard. Die persoon trekt die deur open. En in plaats van dat de emmer omvalt, valt de emmer gewoon eens geheel naar beneden. En ja, daaraan zie je dan dat als hij gevuld was met water, dan ja, had het misschien wel een beetje hetzelfde effect. Maar het is gewoon een grap die heel veel in tv-series ziet. Natuurlijk ook de bananenschil die achter iemand legt, zet hij een stap naar achter en glijdt hij uit. Ik heb dat getest, uitglijden over een bananenschil, en holy shit, je glijdt er echt fucking hard over. Wat ik ook al gedaan heb, wat ook wel een redelijke bekende 1 april grap is. Het is dan niet direct de 1 april grap, en je kan het eigenlijk altijd doen. Op 1 april heeft het dan gewoon dat effectje van 1 april. Een sms sturen naar iemand via een onbekend nummer, en je stuurt gewoon: uw 17 euro is gedoneerd aan het goede doel. Bedankt voor uw steun. Die mensen weten niet wat er gebeurt. Die denken, holy shit, heb ik 17 euro gestort? Als ze direct hun bankrekening en zo checken, zien ze dat er niets van is. Gaan ze bellen naar dat nummer en dan tippen ze helemaal. Wat ik ook al heb gedaan is bij mijn papa. Maar dat was ook niet op 1 april. Maar ik denk als je het op 1 april doet, dat ook wel grappig is. Mijn papa was spaghetti aan het eten. En ik heb de fles Tabasco genomen toen hij naar het toilet was. En ik heb redelijk fucking veel Tabasco over zijn spaghetti gedaan. Dan komt hij terug, neemt hij een hap en holy shit. Papa's proberen altijd stoer te doen tegenover hun kind. Zo van, oh, ik voel niks. Dat is de allereerste keer dat ik echt een traan heb gezien in mijn papa's ogen van de pikantheid. Even was ik dan ook kwinnie bang, omdat ik dacht dat hij zijn slokdarm had verbrand omdat het zo hard was. Want Tabasco is echt fucking heet. En zeker als je er dan nog een keer super veel van neemt. 1 april is een fucking leuke dag. Het is jammer dat wij school hebben op die dag, maar ja, dat maakt het ook leuk om grappen uit te halen bij je leraren. Laat zeker weten in de comments welke grappen jij al hebt uitgehaald met 1 april. Ik ben Acid en ik zag, als jij het een leuke video vond, doe dat zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zeg bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk, doe dat zeker een duimpje omhoog. Laat zeker een comment achter met jouw vraag voor de Q&A. Laat ook weten welke 1 april grappen jij al hebt uitgehaald, bij wie of bij wat, en wat het effect daarvan was. Ik ben zit en ik zeg, jongens, adios, bitches. Holy shit, over belichting gesproken, what the fuck. Deze video was weer zo overbelucht als de hel. Kijk, nu ben ik zwart. Zwarte nijten. So guys, today... Oké, like, als je nu nog kijkt. Als je nu nog kijkt, zet dan aardappelpuree in de comments. Ja, you.